ben in Amsterdam Zuidoost bij de Keienberger, bij de Keienbergerstraat, Keienbergerweg. En wat hebben wij hier? Wij hebben hier Tesla. En waarom moet ik naar Tesla? Omdat ik geen 3G meer heb. Ik heb geen wifi meer. Ik heb geen navigatie meer. Mijn web doet het niet meer. De ingenieurs kunnen er niet meer in. Dat is gisteren, het was eerst begonnen met een hele langzame verbinding. En vervolgens gingen ze in mijn Tesla rondkijken. Nou, en dan kwamen ze een paar keer in mijn Tesla rondkijken. Ik zag dat er allemaal dingen veranderd waren. En op een gegeven moment, vanochtend, was er op een gegeven moment helemaal geen verbinding meer. Dus toen konden ze ook niet meer connecteren met mijn PC of met mijn Tesla. En nu moet ik dus gewoon hierheen om mijn Tesla te laten rebooten. Rebooten van mijn Tesla. Dus we gaan eens even kijken. Dit is ook meteen een nieuwe store die in Amsterdam Zuidoost dus zit. Eens kijken hoe ik geholpen ga worden. Hallo. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Wauw. Dit is echt, ik maak even een filmpje van mijn website. Dit is even een nieuwe website. Mijn Tesla moet gereboot worden. Klopt. Oké, dus kijk eens aan zeg. Kijk, hier hebben we weer een mooi Tesla onderstelsel. Wat het zo goed doet met branden. En met ongelukken enorm goed heeft beschermd. Hier kun je dus ook gewoon een winkel. Er is ook een winkel. Dus er is een nieuwe winkel in Amsterdam Zuidoost. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Hier zien jullie mijn auto. En ik ga even kijken of ze hier bij het servicecentrum in Amsterdam Zuidoost. We hebben Toyota. Er zitten hier allemaal autofabrikanten. Die zitten hier aardig. Wat je ook ziet is dat je ook echt... Ze hebben hier de ruimte. Je kunt hier voorlopig... kunnen ze hier nog mensen zat. Kunnen ze hier ontvangen. Maar ik had gehoord van een winkel in de PC Hoofdstraat. Maar ik had niet gehoord dat ze ook gewoon hier een servicecentrum hadden. Maar dat is dus wel actief. Het nieuwe servicecentrum van Tesla. Heren, wilt u mijn sleutel hebben? Ja. Ik kom voor een reboot van mijn Tesla. Dank je wel. Het is echt... Ik ben zeker een van de eerste klanten, of niet? We zijn al... Hoe lang zijn jullie open? We zijn nu een week open. Een week open? Oké. Okay, dus ja. Inderdaad, Nou, ze hebben hier in ieder geval genoeg ruimte. Het ziet er net als een beetje een Tilburg mini servicecenter. 100 keer zo klein, maar... Kijk hoe lang het duurt voordat ze mijn Tesla weer werkend hebben.